There's an attitude, it's just speaking on the shore. And it might not be a straight line when it comes right to your door. Opportunity comes knocking while you're down on lazy bones. Come to that town, oh, you're back to chasing ghosts. Come to that fall, I'll just get back to chasing ghosts. Dus ik heb een haiku geschreven. En omdat het ook mijn enige haiku is die ik ooit geschreven heb, heet het gedicht ook gewoon een haiku. Dicht voor me, zei je. Je was best dik geworden. Dus ik zei, haiku. Snap je? Haiku. Er zijn miljoenen kleine helmen. Die in de morgen vroeg opstaan, niet voor applaus en niet voor rijkdom, maar voor een doodnormale baan. Er zijn miljoenen kleine helden die zich geen illusies maken, niet voor faam of niet voor roem, doen zij belangrijke zaken. Er zijn miljoenen kleine helden die hard werken zonder graaien. Het zijn miljoenen kleine helden die de wereld laten draaien. De zwarte kringen om mijn ogen. De geel-groen-paarse regenbogen. De serene rust in jouw gezicht. Bla, 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 kutgedicht. Hier in de zaal gaan zitten als lid van 50 plus. Ik hoef hier gewoon in de zaal gaan zitten als lid van 50 plus. En alle zuurstof hier uit de ruimte zuigen om de rest van het publiek te straffen voor uw eigen totaal ongelukkige, volkomen mislukte leven. De bal ligt vanavond bij u, dames en heren. Lift u mee op de moraalridders, de tena-ladies, de doorzakkende zeiksman die dit land in één grote veilige haven wil veranderen. En van die mensen die tijdens de ramadan nog niet eens naar de muppets durven te kijken omdat ze bang zijn dat die chronisch ongestelde, voortdurend hysterische mispikkie de moslims voor de kop stoort. Kutzwerven. Of zit u op mijn lijn en denkt u, fuck it. Fuck it. Als we elkaar al niet eens meer mogen beledigen, wat is dan in godsnaam het nut nog van de medemens? Ja. Ja. Ik kan zo op een tegeltje. Katholiek, jongen, wat moet doen met die katholiek? Je moest ophangen. En hij wordt in één keer wakker en hij zegt van, katholiek ophangen, schitter mijn plan, schitter mijn plan. Katholiek ophangen en laat ze dan meteen die verschrikkelijke eindprocessie rupsen met hem. En dat is mooi aan een tukker, hè? Een tukker zegt bijna nooit iets, maar als je dat niet zegt, dan is er geen kloten van de verzameling.